zijn vanavond aan het kijken met een team van enthousiaste stakeholders van de Sallandse Heuvelrug. Of we mee gaan doen aan de verkiezing voor mooiste natuurgebied van Nederland. Ik vind het heel belangrijk om aan de verkiezing het mooiste natuurgebied van Nederland mee te doen. Omdat het hier heel bijzonder is en we dat wel eens eventjes goed onder de aandacht mogen brengen. De Sallandse Heuvelrug is gewoon een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Wat heel bijzonder in dit gebied is, is die aaneengesloten heide die op dit moment volop bloeit. Dat is heel bijzonder. De vergezichten, maar zeker ook de combinatie met het Reggedal, waar je weer een hele andere beleving hebt van de natuur. Zoals de mooie zichtpunten op de Sallandse Heuvelrug, de bloeiende heide. De seizoenen beleven, de vogels en de planten. Het is toegankelijk en het is klein, waardoor je veel variatie hebt op één gebied. Dus het is de combinatie met aan de ene kant een fantastisch natuurgebied en aan de andere kant ook de mooiste buitensport die je kan voorstellen. Ik heb heel wat mensen die hier voor de eerste keer komen en dan zeggen van, goh, als we dat geweten hadden, waren we vaker geweest. Dus het is goed om het gebied van de Sallandse Heuvelrug nog iets meer naar voren te halen. We hebben een uniek gebied. Een soort secret escape. Het is echt een onontdekt gebied, denk ik, wat een stille pracht heeft. Met heel veel plezier rij ik hier toch al 20, 30 jaar door het gebied met mijn racefiets. En niet meer om de snelste en om de beste te zijn, maar vooral om te genieten van al het moois wat je hier kunt zien, ruiken en beleven. Wat ik zie is dat ik met mijn jongens van 12 en 9 loop. En dat die stoppen een hagedisje zien en daar helemaal van in vervoering raken. Het kleine. Het is gigantisch groot. Je hebt hier vergezichten. En je loopt met die jongens daar. En die zien een hagedisje. En ja, dus die vergeten Pokémon Go. En die vergeten van alles. Want dat hagedisje, dat is het. Er zit energie in de zaal. En er zitten verschillende mensen, dus de natuurpartijen, ondernemers, mensen die voor actief zijn, mensen die eigenlijk een beetje tegen actief zijn. En ik heb wel het idee dat het een energie met zich meebrengt die ons ergens gaat brengen. Het is wel mooi om te zien hoe je elkaar dan aansteekt hier en dan uiteindelijk toch allemaal volmondig zegt, daar gaan we voor. We maken kans? We gaan zeker kans maken. En ik denk vooral als gebied zoals de Sallandse Heuvelrug is met het Reggedal eronder, ja, vrij uniek.